Yo, ik ben Glenn en welkom bij Clash met Glenn. Vandaag gaan jullie de hoogtepunten zien van deze livestream. We hebben een aantal leuke potjes Brawl Stars gespeeld waarin we flink zijn gepusht. Dus check even alle potjes. Bedankt. We zijn al bijna in Diamond 3. Dus dat gaat best lekker. Mythische startdrop. Wat gaan we krijgen? My disappointment is immeasurable. And my day is ruined. Sorry, maar... Hè? Kijk, een skin is dan tot daar natuurlijk nog leuk. Maar een pin, zo'n... Vind ik echt niks aan. Dat vind ik echt niks aan. Hij had achter op mijn school, dan zat hij nu uit voor nu verveiligd. Ah, oké, okay, ja. Geen probleem, Wolfie. Praat Nederlands met me! Maar dan, wanneer je wil spelen, je bent van harte welkom natuurlijk. We hebben van mij, ja, zijn best wel ver met de varken, maar we moeten nog wel aardig wat ook hebben. Van mij zijn we level 3 of 4 nu. Dus Jimmy wil met, oké. Dan gaan we die nu blokken, dan gaan we gewoon Edgar blokken weer. Oh ja, ik moet kiezen. Wat wil ik spelen? Ik had er niet echt... Ja, misschien was Spike of Dynamite beter geweest, maar... Meneer P, jongen, daar ben ik pro mee. Mijn meneer Peetje. Er is Spike, Poco en Bo. Poco kan wel echt een... Echt vervelend zijn als hij dat hij zijn helpers hield. Maar ja, dan vind ik dat meer een goede combo met een Edgar of iets dergelijks. Maar ja, misschien zit ik helemaal naast. Ik probeer me echt wel steeds meer in het spel te verdiepen als zijnde. Hè, kijken wat zijn er de goede combo's en zo. Maar ik ben, ja. Het kan nog steeds wel een stukje beter, zeg maar. Ik ben veel van Eend aan het kijken, die zullen de meeste van jullie wel kennen. Dat is echt, die gast is natuurlijk echt heel goed. Hij is beter in Brawl Stars dan ik in Clash Royale ben volgens mij, dus dat zegt ook echt wel wat. Ah, ik drukte die gadget maar net te laat. Oké, dat is lekker gedaan. Ja, ik dacht eigenlijk, laat het even allemaal aan Luc over, maar zou hij er niet was, dan vind ik het ook prima om wat over te nemen. Maar ook dit potje, jongens, we zijn volledig aan het domineren. Dan kan het toch eigenlijk niet anders dan dat we dit gewoon gaan winnen. Je weet het nooit zeker. Maar het lijkt er wel erg op. En inderdaad, dit potje hebben begonnen. Dat is lekker. Dan zitten we hierna, als het goed is, in Diamond 3. Nou is Jumegek ook op zijn main account in Legendarisch 2 op dit moment. Dus ja, het is ook wel een erg goede speler. Zoiets helpt natuurlijk wel. Je ziet het ook bij Floris. Ja, die gozer zit natuurlijk heel hoog op rank. Maar dat komt, ja, niet niks tegen Floris hoor. Maar hetzelfde als ik. Hij speelt zelf ook meer Clash Royale dan Brawl Stars. Dus ja, hij wordt gewoon zwaar gecarried. Ja, dat heb je ook wel een beetje nodig als je hoog wil komen. Terwijl je niet tot de top bereikt. Dus laten we hopen dat vandaag een beetje kan gebeuren. Dat we in ieder geval mythisch komen. Misschien nog wel hoger. Maar we gaan het zien. Tot zover gaat het in ieder geval heel lekker. Oh ja, jongens, ik heb 7000 bling, dus ik moet nog een skin kopen zo. Dus als iemand een idee heeft voor een skin, laat het even weten. We hebben ook de hele Brawl Pass, dus die gaan we dadelijk ook openen. Die hebben we helemaal uitgespeeld.
Ik heb geen diamantjes, dus ik mag doodgaan. Luke heeft er nu 10, dus Yume mag nu ook doodgaan. Ja, jongens, dit gaat gewoon heel lekker. Dit gaat gewoon heel lekker. Ze hebben niks op ons. Prima, prima, prima. Prima. 4-0, 6-0 en 8-0. We zijn gewoon alle drie geen één keer dood gegaan. Dat is wel heel lijf. Dat is wel lijf. En we zijn inderdaad in Diamond 3. Ben een baller. Baller. Ah, die dashboard 0.0 is echt lekker. Kijk, we gaan denk ik gewoon met Spike spelen. Prima map ervoor, lijkt mij. En we hebben tot nu toe één potje verloren, volgens mij. Ja, ons whisky gaat daar goed. Ja, dat gaat inderdaad best lekker. En later gaan we ook nog een ladder pushen. Misschien Clash Royale. Dat we even de top 1000 gaan proberen te halen in die Global Tournament, maar dat. Ja, verwacht ik eigenlijk niet dat we deze stream gaan doen. Ik ga er denk ik wel weer een video over maken. Het is goed, dus heb ik gestuurd. Ah, ik ga zo even kijken, Leon. Dat is goed, dat is goed, dat is goed. De matchup ziet er beter uit voor ons. Penny Poker Griff. Ja. Ja, dat is op zich. Nou ja, daar ben ik nooit heel goed mee, maar. Het ziet er in principe doable uit in ieder geval. Zeker. Oh ja, dan heb ik op TikTok inderdaad online. Als het goed is. Ik ben gewoon op Twitch, TikTok en op YouTube op dit moment aan het streamen. Lekker heel jongens. Goed, heel goed, prima, prima, prima. Prima, prima, prima. Dit hebben we. Het ziet er inderdaad goed uit. Het ziet eruit dat we mythisch gaan halen, dus dat is lekker. Misschien dat ik ook nog een apart video van maak over de pushpotjes hiervan, maar dat weet ik nog niet. Dat zullen we nog even gaan zien. In principe doe ik dat normaal gesproken niet, maar. Oh, Penny heeft ons gepakt. Gepakt, gepakt, gepakt. Maar mocht je eens kijken in de video, hallo. Ik hoop dat je hem al geniet. Oké, okay, moeten we eens de dominantie terug gaan halen, of hoe je dat ook noemt. Dus een hype op gaat dat denk ik inderdaad wel goed komen. Mooi. Kijk. Lekker, lekker, lekker boys. En dan hebben we niet zo heel veel zorgen op dit moment. Dan gaat het eigenlijk gewoon allemaal wel lekker. Kijk, Leon, wat een beest. Heerlijk, 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 heerlijk. Ik gebruik veel te weinig mijn gadget, merk ik, want we zitten in de 95% en ik heb hem één keer gebruikt. Maar ik ga maar even mijn best doen om wat vaker te doen. Kijk, echt die Leon, wat een vent. Ja, bizar is hij, hè? God. Ja. Lekker man. Ja, ja hij zat voorheen bij mijn Clash Royale clubpie. Ja, kijk. Maar hij is daarmee gestopt, maar hij is echt bizar goed dat ik een bal zag inderdaad. Dit is zijn tweede account, maar op zijn eerste account, ja, 60 katrokers of zo, is dat legendarisch 2, dus hij kan er echt wat van. Legendarisch 2. Ja, staat hij op zijn main. Weet je, ja, dat snap ik wel dat het zo goed is. Maar dus daarom, eerst, ik vroeg aan hem, wil je meespelen? Hij zei, ja, maar ik zei, dus kijk hoe hoog hij brengt. Ja, legendarisch 2. Ja, dat is niet zo leuk, want dan gaan ja, wij gaan daar alles in verliezen natuurlijk. Mm-hmm. Zei, maar toen zei hij, ja, ik heb ook een alt-account. Ja, chill, dan doen we daarop. Lekker. Ja. Oh, shit. Wat ook wel lekker is, dat top 200 van Nederland. Ik, Tobias? Bij mij gaat Clash Royale op dit moment niet zo heel lekker, moet ik zeggen. Aardig wat
nou, Dex uitgeprobeerd. Dat het eigenlijk allemaal niet helemaal gaat zoals ik had gehoopt, verwacht, gedacht, noem maar op. Maar het zou best kunnen dat ik tot 200 van Nederland sta, want dat is op zich wel redelijk te doen. Maar dat weet ik niet zeker dus. Het kan ook zijn dat je tegen dingen hebt. Maar ik neem aan dat hij hoger dan tot 200 staat, toch als hij tot 2000 van de wereld staat. Lijkt mij. Zo lekker dat je met die special spike mensen een bepaalde hoek in kan duwen en dan daarop schieten. Ja. Dat is wel echt... zelf die special zelf doet niet helemaal zo super veel damage ofzo, maar... Je kan ze gewoon een bepaalde kant op jagen en daar gewoon op schieten en dan... dan zijn ze vaak al kapot of iets. Nou ja, ook dit jongens, het natuurlijk geen enkel probleem. Kijk, Leon carried. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Jongens, mythisch is bereikt. Als het goed is. Ah, 196, oké. Okay. Heb je decks geprobeerd die gestuurd? Nee, dan niet, noobs. 16-1? Gefeliciteerd! Mythic 1. Dan krijgen we nog een legendary drop, dus dat is heel lekker. Kijk jongens, lekker, lekker, lekker zeg. Heerlijk. En een legendary drop. Laten we dan nu alsjeblieft geen pin of een skin. Wat is het? Een nieuwe knokker! Netjes, lekker. Pearl. Is die goed? Ja, op zich wel. Oké, nice, nice, nice. Gaan we weer ranked spelen. Eens even kijken. Brawl Ball. Weinig gespeeld Brawl Ball. Ja. Helemaal geen knockout. Nou ja. Heel veel hot zones, gem grabs. Ik even nadenken wat ik speel. Ik kan. Ik weet niet wat ik speel. Dynamite kan niet, Spike kan niet. Primo zou kunnen in deze map. Ik vind het lastig. Ik denk dat ik van meneer P ga. Dus dat is de meest safe optie voor mij. Dus dan doen we dat maar gewoon. Even kijken, kunnen we onze winreeks voortzetten? Dat zou wel heel lekker zijn. Ik heb er wel vertrouwen in om eerlijk te zijn. Zeker. Als we dit potje winnen zijn, dus een mythisch 2. Ja, als we dan mythisch 3 deze video halen. Ja, het mooie zou natuurlijk zijn om legendarisch halen, maar dat verwacht ik eigenlijk niet. Maar we gaan het zien, Oh, was opeens niet te dichtbij. Even een beetje verdedigend spelen ook. Nee, inderdaad, ik dacht wel eens, er moet iemand zitten. Schoppen. Nee, natuurlijk niet zo. Dirt. Oké, dirt heb ik niet meer. Jongens. Nee, we gaan weer beginnen met leggen. Dat is nooit een goed teken.
daar ik even op de dingen over gooien als je kan. Ga ik nu doen. Fucking grote beer achter me aan! Help me! Heerlijk. Het is erg spannend, maar we hebben het toch binnen. Sorry de bal, ik speelde dit vroeger, maar nu minder. Ik heb nog wel 20k tv'en. Yo, maar leuk. Nou, ik ben meer Clash Royale. Ben ik beter in, speel ik vaker. Maar dit vind ik ook leuk. Vind ik ook erg leuk. Dus. Oké, lekker. Topkeepertje! Oh, dat scheelt zo, niks. Dat scheelt echt heel weinig. Gaan we Leon scoren? Ja. Yes! Heerlijk, lekker. Heerlijk. Het zijn echt rete spannende potjes. Dit potje vooral. Vorige potje hebben we eigenlijk tot nu toe weinig problemen gehad. Er zit een turret daar. We hebben echt een winstreek van 5, 6, 7 potjes in ranked. Dus we mogen het eigenlijk niet vergooien nu. Maar we gaan het zien. Daar zie je altijd die niet uit. Ik weet het ervan, waarom speel je het? Kijk, heerlijk. Oké, één goal, dan hebben we gewonnen, jongens. Alles op niets. Piep moet wel even achter. Ik loop maar twee keer door die bal en dat is ook gewoon stom van mezelf. Oké, alle hens aan dek, alsjeblieft. Kom op, Juve! Nee, ah, dat scheelt niks.
Kijk, heel goed plan, je turret niet echt. Genoeg. Yes! Come on! Come on! Come zo on! Dit was echt een koffertje. Oh, jongens. Mythisch 2, ja hoor, we zijn er. Ziek.